Hallo, mijn naam is Guus Glibber. Dit is de tweede editie van Oranje Ontmaskerd. Speciaal programma voor het WK in Zuid-Afrika over de mannen van Oranje. En voor de tweede editie hebben we een hele bijzondere gast. Bondscoach Bert van Marwijk. We gaan nu met Bert bellen. Hij zit op trainingskamp in Oostenrijk. Ja, de verbinding is daar. Goedemorgen Bert. Hallo, hoe is ie? Ja, goedemorgen Guus. Ja, met mij is alles prima. Hoe is het met jou? Ja, dankjewel Bert. Met mij is het ook allemaal prima. Hey Bert, van harte gefeliciteerd. Je bent 58 geworden gisteren. Hey, heb je nog leuke cadeaus gehad van je vrouw bijvoorbeeld? Ja, dankjewel Guus. Ja, ik ben inderdaad alweer 58 geworden. Ja, voor mijn vrouw heb ik een paar lekkere flessen wijn en een kiesje goede sigaren gehad. Dus ja, dat kan nooit weg natuurlijk. Maar ik was, moet zeggen, ik was mijn verjaardag bijna vergeten. Je bent zo gefocust op het trainingskamp. En ja, dus ik was er helemaal niet mee bezig eigenlijk. Maar ja, als je dan toch zoveel felicitaties krijgt. Want iedereen was erbij natuurlijk. De spelers, vrouwen, de kinderen, begeleiding dan. Ja, en als je dan ook nog een taart krijgt van de burgemeester van Zeeveld, dan ja, is dat toch wel heel leuk, moet ik zeggen. Ja, ik had de foto's gezien, Bert. Het was enig. En je ziet er hartstikke goed uit. Zeg, ja, je hebt zeker wel even gechilled voordat je weer met Oranje bezig was. Haha, nou, gechilled, gechilled. Ja, zo zou ik dat niet willen zeggen, maar ik heb veel wedstrijden bekeken natuurlijk van de jongens en ja, dat is niet het allerzwaarste om te doen natuurlijk, maar ik pak af en toe eens een zonnebankje, saunaatje met mijn vrouw. Maar ik ben zeker uitgerust voor het WK, daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Ja, hartstikke goed, Bert. Hey, wie worden de laatste vier afvallers? Ja, dat ga ik jou nu natuurlijk nog niet aan je neus hangen. We hebben nu 4 dagen hoogtestage hier in Oostenrijk. Dat sluiten we af met de wedstrijd tegen Mexico. En daarna zal jij de eerste zijn die van mij weet welke 4 aanvallen. Oké, Bert, zijn antwoord had ik wel verwacht, maar André Auer die is toch veel te oud. Doe die alsjeblieft weg, zeg. Nou, dan ga je wel heel respectloos met André om, vind ik. André is in de kwalificatie heel belangrijk voor ons geweest. En ja, ik ben zelf ook 58 en ik ben nog zo fit als een hoentje, dus wat dat betreft zegt leeftijd helemaal niets. Nee, oké, Bert, maar André heeft niet zijn beste seizoen gedraaid bij PSV. Er zaten een paar behoorlijke foutjes in. Ik denk dat André er gewoon niet rijp voor is op dit moment. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Ik maak er nu dagelijks mee. 4 dagen ook weer in Oostenrijk. Dus ik zou zeggen, ja, we zullen zien hoe André zich de komende dagen laat zien. En ja, mocht ik twijfels over André's prestaties hebben, dan kies ik uiteraard voor een andere verdediger. Ja, Bert, ik hoor allemaal dingen over Fernon Anita, dat hij het hartstikke goed doet. Wat vind jij van Fernon? Ja, Fernand doet het uitstekend tot nu toe in de campagne. En ik heb helemaal geen klagen over hem, maar er zijn er wel meer hoor, over wie ik hartstikke tevreden ben. Ja, er zijn nu 3 jongens afgevallen. En aan mij vooral dan de moeilijke keuze om nog 4 te laten afvallen. En ja, ik zal je zeggen, dat zijn niet de leukste momenten als bondscoach. Maar er is nou eenmaal iemand die die keuze moet maken. En ik ben de uitverantwoordelijke voor Nederland. Ik ben de bondscoach. Dus ja, je hoort het allemaal over 5 dagen. Ja, en ik vind toch, ja, Ruud van Nistelrooy, wat moeten we daar nou mee, Bert? Ik denk dat ik hem persoonlijk toch wel had meegenomen, want als invaller kan hij natuurlijk hartstikke gevaarlijk zijn. Maar ja, je hebt wel een beetje gelijk dat hij toch niet in de beste vorm steekt. Wat wil jij er nog over zeggen, Bert? Ja, wat ik er nog over wil zeggen. Het is natuurlijk treurig voor Ruud. Maar ja, ik vind inderdaad dat hij nog niet op dat niveau zit. Dat hij ja, voor ons heel belangrijk kan zijn op het WK. En ik moet keuzes maken.
En dan gaan mijn keuze toch uit naar de aanvallers met wie ik de afgelopen 2 jaar de kwalificatie heb doorlopen. Dus ja. Oké, ja, en Mark van Bommel heeft natuurlijk een basisplaats. Want ja, dat kan niet anders. Anders krijg je natuurlijk ruzie met je dochter, of niet, Bert? Ja, je weet het heel mooi te vertellen, maar nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar Mark is gelukkig is een hartstikke goede voetballer. En ja, als hij een goede doen verkeert, dan staat hij inderdaad in de basis. Maar dat is puur op basis van zijn voetbalkwaliteit. En al dat andere heeft daar helemaal niks mee te maken. Oké, hey Bert, ik heb gezien dat je een maatpak hebt gekregen, grijs met blauwe stropdas. Ben je een beetje tevreden over? Nou, ik moet zeggen dat het ziet er prima uit, ziet er hartstikke mooi uit. En ik denk dat we daar zeker mee voor de dag kunnen komen. Ja, absoluut geen klachten over hoor, van mijn kant, nee. Goed Bert, en ga je nog in het programma zitten op het WK van Derks en zo? Ja, ik denk dat ik daar zeker niet onderuit ga komen en dat is ook helemaal niet erg. Ik vind het best leuk om met die jongens over voetbal te ouwehoeren. Zolang het niet ten koste gaat natuurlijk van mijn focus op het team en het Nederlands elftal op weg naar eventueel wereldkampioenschap. Ja Bert, wat is jouw doelstelling? Is dat wereldkampioen? Ja, daar gaan we natuurlijk wel voor. Anders kan je net zo goed niet gaan. Dat lijkt me logisch. En samen met Frank en Filip en de hele begeleiding gaan we er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen. Maar je hebt natuurlijk ook een portie geluk nodig. Zonder geluk vaart niemand wel. Nee, Bert, daar heb je hartstikke gelijk in. Hey, ga je vrouw niet hartstikke missen, 3 weken? Ja, die ga ik zeker missen. Dat is absoluut waar. Maar dat is nou eenmaal een offer wat je moet brengen. En mochten wij wereldkampioen worden, dan is dat natuurlijk het mooiste resultaat dat je daarvoor terug kan krijgen. En dan hoor je mij echt niet klagen hoor. Oké, Bert, en dan ga je na het WK lekker een beetje toeren met je sportwagentje richting Italië of Frankrijk met je vrouw? Dat weet ik eigenlijk nog niet, Guus, wat de plannen dan zijn. Maar dat zou heel goed kunnen inderdaad, dat ik mijn vrouw een weekje met het sportwagentje erop uittrek. Sowieso zal ik met de kinderen ook nog een weekje vakantie doorbrengen met Andra, mijn dochter. En daar zal Mark van Bommel er ook bij zijn. En wie weet hebben wij dan die grote gouden bokaal naast ons staan. Dat zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Ja, dat zou geweldig zijn, Bert. Hey Bert, heb jij nog een lekkere roddel voor ons? Of misschien kun je toch één naam noemen die gaat afvallen? Nou ja, vooruit Guus, omdat jij het bent. Ik kan het eigenlijk niet maken natuurlijk, hè. Ja, je brengt me wel echt in een lastig pakket. Wat jij net zegt over André Auer. Ik ben het daar wel heel erg mee eens, moet ik zeggen hoor. Ja, ik ben het daar wel heel erg mee eens. Maar nee, dat kan ik nog niet maken. Maar laat ik dan zo zeggen. André moet wel gaan oppassen. Hij moet wel echt de komende 4 dagen redelijke progressie laten zien. In vergelijking met zijn toch wel wat verloren seizoen bij PSV. Want anders kan ik het tegenover een Edson braafheid en Fernandinho dan niet maken om die jongens dan thuis te laten. En om oude André wel mee te nemen. Want hij verkeert niet in goede vorm, kan ik zeggen. Absoluut niet. Maar alsjeblieft Guus, breng dit een beetje diplomatiek. Want anders kom ik echt in de problemen. Nou Bert, ik ben echt hartstikke blij met deze scoop. Dankjewel, je bent een schat. Geweldig. Hey Bert, lieverd. Hartstikke veel plezier op de hoogtestage in ieder geval. Nou ja, Mexico komt eraan. Hè. Het is nog best wel even wachten voordat het WK begint. Ik kan me ook wel indenken dat je zoiets hebt van... Laat het WK nu verdomme beginnen. Ja, daar heb je wel absoluut een punt. Het moet gewoon gaan beginnen inderdaad. En, wat doen we eraan? Hey Bert, hou je taai. Hè. Toi, toi, toi. En we gaan winnen. Oké, goed. Hey, de groetjes, hè. Fijne dag, hoor. Dat was Bert van Marwijk in de 2e editie van Oranje Ontmaskerd. Ik ben Guus Glibber. Volgende 3e editie, die zul jij zien verschijnen. Doedeloe!